voel me altijd zo als geboren. We zijn gaan lopen, want dan kunnen we iets meer kletsen. Dus als we daar de tijd voor hebben, vind ik dat altijd wel gezelliger. Maar ik denk dat het wel heel leuk is wat ik van plan ben voor nu, voor in die hoek. Marco gaat thee zetten en één keer raden wat wij gaan doen. Oh, hij moet alleen even uit. Ik heb popcorn hiervoor nodig. Goedemorgen, het is vrijdagochtend en de laatste dag van de week school. Ja, en dan nog 3 dagen voor mijn spreekbeurt. Ja, oh, dat is wel heel leuk. We weten nu dat Mila is. Het is al 8:05. Mila is wel om 8 uur normaal. Half acht. Dus ik heb nou een appje gestuurd, want we gaan natuurlijk zo naar school. Ga ik snel weg bij haar, dan ga ik naar huis, want ik ga even met de fiets dan. En dan ben ik heel even thuis en dan ga ik naar de fysio. Zo, en echt, mijn binnenste ooghoek jeukt weer zo erg. Ah, oh, dat is zo vervelend. Ah, oh, zo schattig. Kom ik thuis, heeft Sarah een berichtje voor me achtergelaten voor we naar school gingen. Heel leuk, mama. Net even snel tijd gehad om nog een theetje te drinken. Onderweg, zoals ik in deze jas zo zit, hij wordt helemaal naar voren geduwd. Lijkt echt een teamzonder. Er zit ook wel een kilootje extra aan, zeg maar. Maar niet zo erg. Het is trouwens echt fris deze ochtend. Vind ik niet leuk. Ik voel me altijd zo als herboren. Als ik van de fysio kom. Ik heb je weg, want ik zie je niet staan. Echt zo prettig. Het was nog een dingetje. Ik wilde dus wegrijden en ik start de auto en ik rijd een heel klein stukje. En ik rijd echt 2 meter weg. Ik denk, oh, kakke handdoek. Ik weer achteruit, mijn vak in. Ik rennen. Nou, ik was precies op tijd. In ieder geval 1 minuut te vroeg alsnog. Oh ja, en ik moet naar de apotheek. Ik moet mijn inderm voor mijn huid, die is bijna op. Die moet ik even ophalen en dat is in de buurt van mijn fysio, dus... Ik kon hem vorige week al ophalen, maar toen dacht ik, ja, ben er nu toch. En ik bestel hem wel op tijd, altijd. Dus ik denk, dan ga ik niet heen en weer rijden als ik er nu dan toch ga zijn. Dus dan moet ik wel even nu gelijk oppikken, dat ik hem niet vergeet. Want ik wil niet zonder komen te zitten. Want mijn huid is elke keer zo verschrikkelijk slecht. En nu ik hem dan weer... ik gebruik hem altijd, maar dan gebruik ik hem zeg maar net iets meer. Ik mag hem 2 maal daags... En als het goed gaat, doe ik hem 1 maal daags. Gaat het slechter, ga ik hem weer 2 maal daags. Omdat je wel moet proberen om hem minder te gebruiken. Als je niet zoveel last hebt. En hoe heet het? Nu gebruik ik hem dus wel echt 2 keer per dag. Dus ik wil echt niet zonder komen zitten. En ik heb natuurlijk ook dat Hydra er niet is. En daar mag ik hem ook voor gebruiken. Dus het is wel echt een product wat ik tegenwoordig wel echt standaard op voorraad heb en wil hebben. Het duurde best nog wel lang bij de apotheek. Dus ik ben vrij laat thuis. Ik drink even een theetje en dan kan ik eigenlijk zo alweer gaan halen. Ik heb net wel deze doos uitgepakt. Dus ik heb ze nu even in de boekenkast gezet. Want ze kunnen nu natuurlijk niet op het muurtje. Oh, even Marco een app sturen. Wanneer die nou de rest wilde voorstrijken. Want dan weet ik of ik die muur... vandaag al leeg haal of dat ik dat morgen doe. Ja, dat is wel handig om te weten. Want al die breekbare dingen, ik haal het echt het liefst zo laat mogelijk weg. Want hoe eerder het er hangt, hoe meer kans er natuurlijk is dat het beschadigd of kapot gaat. Sarah heeft net gegeten en we hadden een leuk idee. We hebben een puzzel gepakt. En dan zetten we de stopwatch aan. Gaan we kijken hoe snel we hem doen. En dan gaan we volgende week vrijdag gaan we dezelfde puzzel doen. En dan gaan we kijken of we hem volgende week sneller kunnen doen. Oké. 3, 2, 1, go. Doe jij het middenstuk en ik randjes? Nee, ik heb al wat. Oh, jij hebt randjes? Of doe ik de randjes? Schrijf jij de randjes naar mij en dan ga jij
stukjes draaien in de middenkant. Ja, we moeten goed als een team werken als we dit zo willen doen. Ik heb wel een rondje. Ik draai. Ja, ik heb ook al een paar mooie stukjes aan elkaar. Kijk hoe goed ons dit gaat lukken vandaag. Hoe lang denk je dat we erover gaan doen? Ik leg het even voor ons te boven. Kunnen we het ook niet zien? 10 uur? Nou, zo lang hebben we niet eens. We hebben misschien 10 minuten om het überhaupt te kunnen doen. We gaan al best wel goed. En we hebben nog tijd. Het is best moeilijk puzzelen met de camera ervoor. We komen er wel. Gaan we het denk je nu wel redden? Nee. Zo goed als we nu gaan? Nee. Ik denk van wel. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Hoe lang denk je dat we er dan over gedaan hebben? Geen idee. Samen. Doe eens een schatting. 10 minuten of zo. 10 minuten? We gaan het zien. Geen 10 minuten. Hier, het laatste stukje ga ik kijken. En stop. 12 minuten, 53 seconden en 54 tiende. En we gaan weer over onze zebra. Sarah is weer op school. We zijn gaan lopen, want dan kunnen we iets meer kletsen. Dus als we daar de tijd voor hebben, vind ik dat altijd wel gezelliger. Het is echt een raar weer trouwens. Het is droog. Het is niet heel koud, maar toch een snijdend windje. Het ziet er heel dreigend uit dat het elk moment verschrikkelijk kan gaan regenen. Ik weet niet heel goed wat ik ervan moet denken. Ik heb net al heel voorbereid, want er wordt straks voorgestreken. Dus hier heb ik alles al weggehaald en de grote spullen, maar die staan aangesloten op de stroom. Dus die heb ik nog laten staan. En alles even bovenop geborgen en ik ben gaan kijken voor iets anders staat de wand. Want we willen natuurlijk een hele andere stijl. En ik vind die hartjes wel echt heel leuk, maar misschien ga ik kijken voor op Sarah de kamer dat ik daar iets mee kan doen. Daar had ik wel een heel leuk idee voor. Maar dat bespreek ik vanavond eerst allemaal even met Marco voor ik iets ga bestellen of ga doen. Maar ik denk dat het wel heel leuk is wat ik van plan ben voor nu, voor in die hoek. Ik ben aan het koken. We kwamen thuis en toen hebben we een film gekeken die ik al best een tijd met Sarah zou kijken. Ik wil heel graag dat ze me bevrijdt. Ja, eigen schuld. Je loopt je vader uit de dagen en nu wil je dat ik je kom bevrijden. Gek kind. We hebben net een babysitter's guide to Nate for hunting monsters gekeken. Het is een kinderfilm, maar wel voor wat grotere kinderen. Hij is vanaf 9 jaar, maar Sarah kan altijd best wel goed op dat soort films kijken. En hij was echt wel leuk. Ik vond het wel grappig. Papa is aan het stukken. Ja, papa is helemaal niet aan het stukken. Papa heeft een hoorder aan het loshalen. En we hebben een gele muur. Gele muur. Lelijk hè, die kleur. Gelukkig blijft het niet zo. En kijk, de hoorder gaat eraf, want dat kan het randje gestukt worden. Die lukt het wel. Ja, maar die andere was ook alleen maar bij zo'n pakketje natuurlijk. Marco gaat thee zetten en 1 keer raden wat wij gaan doen. Het is echt spannend trouwens. Weet echt van de helft niet wat ze gaan doen. Het is commitment week, commitment evening in Married at First Sight. En we zijn zo benieuwd wat ze mogen stellen gaan doen. Echt, ik weet echt niet of alle seizoenen zo zijn, maar anders is dit echt de best season ever. Ik ga steeds meer van hem walgen. Hij is gewoon zo'n leugenaar. Hij is egoïstisch. Het gaat hem ook echt niet om haar. Alleen maar om hemzelf. Ja. Ik wil blijven omdat ik gelukkig. Maar hij is nooit bezig. Wat doe ik met haar met alles wat ik doe? Daar hoor ik hem gewoon nooit over. Hij denkt daar niet eens over na. Oh, dus die trail weer staan en dan denk ik echt. Wie? Ja, wie denk je? Troy. Als je Troy ziet, dan gewoon. Oh, hij moet alleen even uit! Ik heb popcorn hiervoor nodig. Ik heb
een sensatie voor. Ja. Een kebab popcorn erbij. Nou, let's go. Ik denk dat ze de sensatie stellen wel weer aan het einde gaan doen. Dat is meestal. Ja. Mooi ook wat fijn. Ja. Ik ben een beetje slijper, maar. Ja, ze wil gewoon. Ja. Ze wil niet haar persoonlijk wat veranderen, maar. Nee, ze wil alleen dat hij zijn badkamer een beetje schoonmaakt. Precies, dat hij heel schoon is en dat soort. Ja, maar dat snap ik ook wel, want hij toont zoveel respect voor haar. Verschillen zijn niet erg, dus het respect en de communicatie en hoe je ermee omgaat. Daar snap ik niks meer van. Ze blijft te grappig. Ja, ik ga er even zitten. Ik ben echt benieuwd wat er nou allemaal gaat komen. Jij niet dan? Ja. Ga je er ook even zitten? Ik ga even liggen. Ja, wat even liggen. Oh, dit. Zo, die ben ik helemaal vergeten. Ik zit zo in spanning voor die laatste twee stellen. Deze is moeilijk. Nee, die ja. Maar ze zijn echt leuk. Daarom zeg ik, het is niet netjes, maar ze is wel eerlijk elke keer. Ja, ondanks dat ze eerlijk is, maakt het er niet, beter worden. Nee. Maar zie je alleen dat Dien, ze eerlijk Dien en Davina zijn allebei fout geweest. Ja. Alleen Davina is wel keihard eerlijk. Het en Dien ligt de heleboel bij elkaar. Ja, en dat maakt ze zo. Maar dat maakt het niet minder erg. Nee, het totaalplaatje wel. Niet de eerste instantie de actie. Maar wat eruit komt, vind ik wel. Weet je, met Davina valt ze erover te praten. Die vind ik, die gunt echt in zijn ogen niet meer. Dat vind ik wel echt het grote verschil. Oké, maar dit wordt echt spannend. Wat heeft zij gedaan? Ik wou zeggen, als zij dat had opgeschreven, was het wel echt heel erg geweest. We zitten er zo in, echt. Het is niet normaal. Maar nu gaan we snel naar bed. Marco is net naar boven gelopen en ik ga ook slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik vooral even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen graag weer. Doei doei!